Ja, bij veel familiebedrijven zie je dat ze te laat overgaan naar de volgende generatie. En dat was wat mijn vader absoluut niet wilde. Natuurlijk, je hebt ook wel angst als je zo jong begint. Maar ja, ja. Ik wilde zo graag dat ik daar overheen ga stappen. Hele speciale containers. Ja, voor de landmacht, luchtmacht, alles wat je maar kan bedenken gaat in een container. Ja, zo'n container kost 120.000 euro per stuk. Alles wat ze in China niet kunnen, dat kunnen wij wel. Omdat je niet zoveel vrouwen zijn met een containerfabriek, valt dat altijd wel op. Ze nam in 2009 het containerbedrijf van haar vader over toen ze 23 jaar was. Hoe opereer je als jonge vrouw in een toch wel door mannen gedomineerde industrie? Daarover praat ik met rasondernemer Christel Groeneboom. Christel, van harte welkom. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, ja, want dat 23 jaar, dat is wel piepjong om zomaar eigenaar te worden van een bedrijf, hè? Ja, dat klopt. Was heel jong. Maar ja, ik wou als meisje van 4 wilde ik dat al. Dus ik ging al heel veel mee met mijn vader. Ik had mijn studie erop aangepast. Hoezo als meisje van 4. Ja, ik kwam die fabriek binnen en dan roken die lasrook en die mannen met die kappen. Ja, en ik vond dat zo indrukwekkend. Ja, ja. Toen moesten mensen natuurlijk om lachen. Van ja, wie wil dat nou? Maar ja, ja, toen werd ik ouder. Ja, en toen is die droom altijd gebleven. Maar is het zo dat, was jouw vader zeg maar al heel oud of zo dat hij wilde stoppen? Ja, of? 70. En die zei, je kan beter nu het bedrijf overnemen. Nu kan ik je nog helpen en bijstaan als dat ik daar te oud ben. En aha. Ja, bij veel familiebedrijven zie je dat ze te laat overgaan naar de volgende generatie. En dat was wat mijn vader absoluut niet wilde. Omdat het beter voor het bedrijf was om ja, op tijd voor overname te zorgen. Ja, ja, maar dus maar je was wel heel jong nog. Ja, zeker. Was je te jong of heb je het eigenlijk in het begin ook al meteen goed gedaan allemaal? Nou, te jong denk ik niet. Want nu vind ik heb ik wel echt wel een voorsprong over dat ik zo jong begonnen ben. Ja. En ja, ik ging al heel veel mee met mijn vader. Dus die heeft me echt ja, noem je dat, gebrainwashed tot ondernemen. Ja, 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 ja. Dat zeker. Ja. Maar ook wel... ja, ik had ook wel een voorsprong als je zo jong bent, dat je dan zo echt zo dat die felheid hebt. Van ik wil dat zo graag en ik ga er gewoon voor. En ja, ja, dan komt dat wel. En een soort naïviteit van het lukt allemaal wel. Nou, ik was ook wel ook wel angst natuurlijk. Je hebt ook wel angst als je zo jong begint. Maar ja, ik wilde zo graag dat ik daar overheen ga stappen. Dus, want even vertel even voor de leek, wat doen jullie? We bouwen hele speciale containers. Ja, voor de landmacht, luchtmacht, alles wat je maar kan bedenken gaat in een container. En we hebben een straalloods en een spuiterij daarnaast. Om de containers zeg maar goed te houden. En, ja. Want hoe werkt die? Want is dat... ik ken die hele markt helemaal niet, hè? Ja. Maar verkoop je maakt containers en je verkoopt ze? Of wordt dat verhuurd? Of hoe ziet die handel eruit? Ja, verhuur van standaard, dat doen we eigenlijk niet. Want er zijn andere bedrijven veel beter in als wij. Dus ik heb er echt voor gekozen voor dat maatwerk. Dus we bouwen of we repareren containers. Of van een klant, hele partijen, van silo's. Of je koopt ze bij ons gewoon. En dan bouwen wij hem helemaal om naar jouw wens. Maar hoezo naar jouw wens? Een container is ook altijd dezelfde maat. Ja, dat doe ik niet. Want dan, je kan zomaar een standaard container uit China laten komen. En daar vind ik de lol niet aan. Het moet altijd iets geks zijn, iets bijzonders zijn. En ja, dat is ook ons team. Want ja, ik heb ook tekenaars, ingenieurs, lasters die echt opgeleid zijn met alle losopleidingen. En dat is juist leuk om dan van die speciale containers te maken. Maar noem eens wat dan. Wat is dan speciaal? Bijvoorbeeld voor Unilever hebben we een hele speciale container gebouwd met het hele proces. Techniek erin, waar voedingsmiddelen in gemaakt worden. Ja, zo'n container kost 120.000 euro per stuk. Ja, en dat soort dingen. En dat vind ik de fun. En maar het speciale zit dan aan de binnenkant? Ja, ja, er zit isolatie in. Airconditions in. Dat je hem ook in de Sahara-woestijn bijvoorbeeld kan zetten. Deuren erin. Heel leidingssysteem zit erin. Ja, dat soort dingen allemaal. Ja, en je vergeet ook een container. Ja, als die bijvoorbeeld op een boorplatform komt. Wat wij voor de offshore-industrie ook doen. Ja. Ja, als ze hem daar neerzetten onder een helikopter. Dan moet hij niet de zee in. In de onderplat gezegd. Nee. En ook bijvoorbeeld die schepen. Als je dan ziet wat in Terschelling gebeurt. Als zo'n denken mensen, doen maar een containertje. Yeah. Ja, zo'n container moet helemaal op sterkte berekend zijn. Vanaf het moment dat er een raam in komt of een deur, ja, dan moet de constructie opnieuw gekeurd worden en berekend. Dus daar zit best wel wat denkwerk achter. En ja, je wil niet hebben dat jouw container de net oceaan in valt met wat storm. Hadden jullie er ook op dat schip liggen dat in het kanaal over dwars ging? Nee, dat niet. Nee? Alhoewel, daar hebben jullie dan verder geen last van, want jullie verkopen die containers en jullie hebben niks te maken met verder wat er ingaat en wie het gebruikt en waar het naartoe gaat. Ja, we hebben wel veel, bijvoorbeeld als er een hele zware storm is en we doen koelcontainers, dat doen we wel repareren, omdat dat speciaal werk is, omdat er isolatie in zit. Ja. En als je dat verkeerd doet met dat aluminium, ja, dan fikt heel je container af. Dus ik heb mensen die er echt voor opgeleid zijn. Dus ja, als er dan bij een grote storm is bij een haven, ja, dan komen ze achter elkaar binnen met die grote schades. Dus daar ben ik dan wel blij om. Wat voor garantie lever jij wat dat betreft? Want het is best wel, als ik een container koop van meer dan een ton, dan zijn die dingen gecertificeerd? Of ja, er komt een keuringsinstantie bij van Deloitte en daar zijn we
wij heel secuur in, omdat dat ook op vertrouwen gaat. Ja. Dat zo'n keuringsinstantie, ja, die moet wel bij ons dat willen blijven doen. En dan komen ze al in het begin, als wij de materialen bestellen van de container en de tekeningen klaar zijn, dan komen hun dat keuren. Ja. Dus voordat er in de fabriek aan gewerkt wordt, dan is de Lloyds er al bij betrokken. Dus, hey, en waarom vind jij dit bedrijf zo leuk? Ja, doordat het altijd wat anders is. En bijvoorbeeld nu zijn we bezig met een nieuwe straalloods en spuiterij te bouwen. Ook met een robot en alles erin. En dan ben ik bezig om het team wat op te delen, omdat ik wat groter en wat professioneler wil. En ja, dat is wel heel tof, omdat het altijd anders is. En ja, alle klanten zijn anders. De ene dag heb je voor de voedselindustrie, de andere dag is het de afvalindustrie. De volgende dag is het bijvoorbeeld een Boskalis die nu dat Suezkanaal, dat schip bevrijd heeft daar. Ja. Dus ja, die diversiteit vind ik heel leuk. Of voor het leger bouwen ook. Hoe groot is het bedrijf? We zijn met 30 medewerkers. Dat valt best mee op zich. Ja, maar ik had altijd mijn visie van klein maar dapper. Van ja, en als je dat niet gelooft, dan maak ik altijd het grapje van als je 's nachts het nacht opbrengt met een mug op de kamer, zo'n klein beestje kan je heel veel ellende van hebben. Maar ook omdat ik niet geloof in schaalvoordelen. Toen ik het overnam, was 2008, 2009, toen ik het overnam van mijn vader. Ja. Toen had je natuurlijk de concurrentie van China. En al het standaardwerk, ook wat door de spuiterij ging, dat gebeurde allemaal daar. Dus we moesten echt gaan omdenken van wat gaan we nu doen. En niet concurreren met de Chinezen. Nee. Dus. Nee, en dan juist heel specialistisch worden, personeel goed opleiden, dat je die speciale containers kan doen. Alles wat ze in China niet kunnen, dat kunnen wij wel. Ja, wij noemen dat halve hoogjes. Dat zijn echt gewoon open containerbakken die voor de ijzeretsindustrie worden gebruikt. Ja. En dan die gaan op schepen naar Noorwegen, waar van die ijzeretscentrales staan. En die werden eigenlijk niet meer gebruikt. Ah. Dus ik had een hele partij opgekocht een paar jaar geleden. En waarom bouwen we die bakken niet om tot een zwembad? Ja, en daar kwam zo'n succes op. Terwijl het eigenlijk gewoon een grapje was. Dat we beslist hebben om nu een heel nieuw product, een hele nieuwe zwembad, waar geen deuken nog in zitten van de ijzererts, om dat op de markt te brengen. Met filtertrap en alles erop en eraan. En, kost het ja, dan? Leuk. Ja, dat ligt eraan wat je kiest. Maar een beetje zwembad. We rekenen nu inclusief btw. Omdat voor consumenten is. Want die hadden, kwamen eerst achter van, oh ja, die moeten de btw kunnen ze, ja, betalen, kunnen ze aftrekken. Ja, tussen de 15.000 en 20.000 euro. En dan heb je compleet zwembad. Ja, en dan kan je meenemen als je gaat verhuizen. Of ga je meenemen, scheiden. Ja, maar je vrachtwagen. Laat hem op de wagen en je neemt hem mee. Ja, en je hebt dan niet een gewoon zwembad in de tuin. Ja, permanent, dan ben je toch snel 50.000 tot een ton kwijt. Dus het is wel goedkoper en makkelijker. Ja. Maar je kijkt wel bij de buren naar binnen, want je hebt een vrij hoog zwembad dan. Ja, maar we zijn nu ook bezig dat je hem in kan graven. Dus dat, dat is ook wel weer leuk. Hey, wat voor innovatie vindt er plaats in jouw industrie? Want je zegt net even heel tussen neus en lip iets over een robot. Ja. Wat is de rol van technologie? Best wel groot. En ik denk, je hebt natuurlijk buiten je gewone techniek van lasapparatuur en nieuwe technieken, dat we natuurlijk mee bezig zijn in de fabriek zelf. Ja. Heb je natuurlijk ook dat je containers iedere keer aanbiedt voor andere sectoren. Bijvoorbeeld, nu zijn we bezig heel veel waterstofcontainers dat we bouwen. Waar pompstations in voor waterstof te tanken. Ja, en dat is ook best wel booming. En daar groei je als bedrijf iedere keer wel mee in door. Met al die nieuwe dingen wat op de markt komt. Dat er heel veel innovatie bij ons in zit. In de producten die we aanbieden. Ja. En dat hele Internet of Things, dus het feit dat die dingen gevolgd kunnen worden en dat je weet waar welke container is. En zo zit er ook echt computertechnologie in. Ja, dat doe ik niet. Dat doe je niet? Nee, dat is meer voor de rederijen die dat dan zelf kopen als ze een hele vloot containers hebben die ze kunnen volgen. Ja. Dat soort dingen. Is er genoeg talent, zeg maar, die bij jou werkt? Te vinden? Het is wel een hele zoektocht. En het helpt wel, want pas zijn we bij de NOS geweest. Als mensen je op tv zien of je komt in de media en dan dat ze je herkennen. Ja. Dus dat is wel een grote plus. Ook al dat we heel diverse dingen doen, dat geen standaard werk is. Dat is ook wel. Want het is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat voor jonge mensen, ik weet niet, ik ken de markt niet zo goed, maar ik weet niet hoe dat zit met aanwas van nieuw talent. Die zeg maar in de lasrichting of iets. Ja, dat is echt zoeken. Ja. En dan we hebben nu 1 vacature hadden we voor een vakman. Iemand die wegging, daar hebben we 5 mensen voor gehad. En nu heb ik pas een goede gevonden die vakbekwaam is. Ja. En dat kun je ze zelf opleiden? Ja, dat doen we wel. Maar je wil ook een bepaalde basiskennis. Ik maak altijd een keuze tussen mensen die jonge mensen die ik aanneem en wat oudere mensen. Hmm. Omdat je toch altijd die mix moet hebben in je bedrijf. En dat ook op kantoor kijk ik daar wel naar. Hey, luister, jij profileert je ook heel duidelijk als vrouw.
zeg maar. Ja, ik vind het altijd een lastig thema, want ik heb het sowieso, weet je, ik praat natuurlijk met allerhand soorten ondernemers. Ja. En er zijn ook vrouwelijke ondernemers die vinden het, zeg maar, niet relevant, het feit dat ze vrouw zijn. Ja. Maar jij profileert je sterk nog, je hebt er een boek over geschreven. Ja. Hè? Weet je het ook weer, iets van meneer Christel? Mag ik meneer Christel even spreken? Maar het hele boek gaat eigenlijk maar één hoofdstuk over dat vrouwenthema. En de rest ging het over vooroordelen op ander vlak. Maar ja, omdat je niet zoveel vrouwen zijn met een containerfabriek, valt dat altijd wel op. Maar zie je jezelf als een rolmodel? Ja, ik vind het wel belangrijk. Want we doen ieder jaar mee met een Girls Day om meer meisjes in de techniek te krijgen. Want er zijn maar 13% vrouwen in de techniek. Ik heb nu een vrouwelijke werktuigbouwkundige. Daar ben ik heel blij mee. En dat is echt uniek. Ik denk dat het voor haar makkelijker is als ze een vrouwelijke directeur hebben. Omdat dat toch iets makkelijker is in die wereld. Dat dat voor haar toch anders is dan dat ik een man had geweest. Ja, en ik vind het ook wel, soms schrik ik er ook van hoe weinig vrouwen bijvoorbeeld economisch zelfstandig zijn. Ik heb meegedaan met het programma Waarom werken vrouwen niet? En dan blijkt dat 40% van de vrouwen, die kunnen gewoon niet voor hun eigen zorgen. Die zijn gewoon afhankelijk van een uitkering of van een salaris van een echtgenoot. En dat vind ik wel erg. En ja, ik ben zelf opgegroeid in België en daar is dat anders. Daar heb je meer kinderopvang en wel wat goedkoper is. En vrouwen, ja, die werken meestal ook fulltime. Je hebt niet zoveel parttimers als in Nederland. En dat is wel een verschil. Dus ik denk dat, ja, ik ben niet echt een, noem je dat, een heel feminist, daar heel hard in. Maar ik vind het wel een belangrijk punt. En ik denk ook dat mensen dat van mij verwachten. Want ik heb het met lezingen er ook wel eens uitgehaald. Om dat onderwerp niet te belichten. Ja. Maar ja, mensen verwachten dat toch van jou. Van, ja, je bent een vrouw in een metaalbedrijf, echt in een mannenwereld. Ja, dan moet je ook wel een beetje andere vrouwen helpen. Nou, de reden waarom ik het belangrijk vind is dat ik vrouwen op een heleboel punten gewoon superieur vind, zeg maar. Dus er moeten gewoon meer vrouwen, zeg maar, in ondernemersland komen, vind ik. En dan kunnen we, zeg maar, heel lang praten over wat de overheid zou moeten doen. Maar wat als ik jou nou vraag, hoe kunnen vrouwen er zelf voor zorgen dat ze gewoon meer mee gaan doen? Want nog steeds, als ik naar een gemiddeld ondernemerscongres ga, dan zit er gewoon nog steeds gewoon 80% mannen in de zaal. En ik merk het hier op CVD-TV ook, weet je wel. Het is gewoon best lastig. Ik moet echt mijn best doen. En dat doe ik ook bewust, om te zorgen dat ik ook vrouwen hier in de bank krijg. Maar hoe zorgen we ervoor dat er meer vrouwen gewoon meegaan? Ja, ik denk zich niet af laten schrikken. Zoals ik dat zie bij mijn vrouwelijke werktuigbouwkundige, die staat echt wel de mannetje. Ja. En die laat zich niet afschrikken, omdat ze soms de enigste vrouw ergens is. En ik zit in het bestuur van VNO-NCW en het kan mij ook niet zoveel schelen dat ik de enigste vrouw ben. En ik denk dat daar wel een beetje mee zit, dat ze daar moeilijk mee hebben. Terwijl, ja, ik in mijn opleiding al had dat ik ook een van de enigste vrouwen was. Ik begon al op de middelbare school. Als je voor een zware wiskunde richting kiest, dan weet je al dat er bijna geen meisjes zijn. Nee. En ik denk, daar begint het al mee. En mensen hebben ook vooroordelen van, ja, die denken bijvoorbeeld, nou, als je met mannen werkt, dat ze daar dat die andere ideeën of interesses hebben. Nou, iedereen kijkt graag Netflix. Iedereen kan lachen om Chateau Meiland. Je hebt altijd, dat is niet zo verschil dat je met mannen of vrouwen andere onderwerpen praat. En dan zijn ze soms bang voor, van, oh, kom op een kantoor met allemaal mannen, van, hoe gaat dat zijn? Ja, dat denk ik een beetje. Ben je nog nooit benaderd door televisie trouwens? Ik vind Blue Chateau Meiland, kennen we nu onderhand wel. Ik zie dat. Het lijkt wel een leuke serie met jou en je bedrijf. Ik zou nooit mijn privéleven. Ik heb wel vragen gehad. Ik wil nooit dat ze thuis bij mij komen filmen. Daar ligt de grens. Daar ligt de grens, ja. Wat zijn je toekomstplannen met het bedrijf? Die nieuwbouw, die nieuwe spuiterij in Straloods. En om een slag te maken om te professionaliseren. En we zijn nu bezig met wat veranderingen in het team. Om toch iets te groeien. Maar ja, dan niet groeien van, ik wil 100 koeien in de wei. Ja, ja. Wel blijven focussen. Dat in mooie producten. En dat toch nog, ook met die nieuwbouw, dat we daar toch nog een slag kunnen maken. Dat hoop ik wel. Dan wens ik jou daar heel veel succes bij. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, helemaal leuk. Dank je wel voor het kijken naar weer een echt ondernemersverhaal. En wil je er meer zien, blijf dan vooral kijken. Want zometeen twee nieuwe. Voor nu, dank je wel. Hoi.